En Lions Club Paramaribo Felice heeft vanmorgen de overdracht gedaan van de gerenoveerde mediatheek van de REC Dotschool aan de Stichting Onderwijs der EBGS. Lydia Muiden-Malm, projectvoorzitter, zegt dat besloten is om de overdracht van de mediatheek vandaag bij het 27-jarig bestaan van de Service Club te doen. De renovatie van de mediatheek is onderdeel van het REC Dotschool Legacy project dat sinds 2017 bestaat. Tijdens dit project heeft de Lions Club Paramaribo Felice diverse renovaties voor de Dotschool uitgevoerd. Het begon met een brief van de huidige schoolleider, mevrouw Wallerlei. Ik zeg het toch goed? Ja. Voor een nieuw dak van de mediatheek. Want het lekte als een zeef. We hebben een aannemer gevraagd voor de begroting van het dak. Maar het comité heeft besloten om toch ook verder te gaan. En te vragen naar een begroting van de vloer. Die er heel slecht uitzag. Je corrigeert mij als ik fout ben. Ja. En wat schilderwerk te verrichten. Zo is het project REC Dotschool, een legacy project, geboren. Mildred Demon, directeur van het Stichtingsbestuur Onderwijs EBGS, is blij met deze donatie. Ze zegt dat hoewel het EBGS zelf de scholen probeert te onderhouden, het niet altijd lukt. De stichting is daarom voor een deel afhankelijk van donaties. Maar met 65 scholen en heel veel gebouwen, red je het gewoon echt niet. Dus iedere donatie aan een school, en ik ben ook een collega's en met name dus mevrouw Wallerlei ontzettend dankbaar dat ze ook het initiatief nemen om een aanvraag in te dienen. Want dat helpt daarmee ook de stichting. Maar het mooie daarvan is, als het vanuit de school komt, dan weet u voor wie u het doet. U bent zo dicht bij de school en de kinderen, in plaats van dat die directeur dat gaat aanvragen. Dan moet je toch wat lager naar beneden. U bent meteen op de plek waar het thuis hoort. U zag dus Mildred Demon, directeur van het Stichtingsbestuur Onderwijs EBGS, vandaag bij de overdracht van de gerenoveerde mediatheek van de REC Dotschool door Lions Club Paramaribo Felice.